ga ik Minecraft spelen. Met 200 kijkers. In Rubin. We hebben hier een prachtige arena met allemaal gekleurde blokjes. En boven mij hier de 200 kijkers. In een hele mooie hooibaal. Hallo. De kijkers worden zometeen op de wollen blokjes hier geplaatst. Wij gaan blokjes weghalen. PvP gaat aan. Oftewel, het wordt erg spannend. Robin, ben je er klaar voor? Yay, altijd. Oké, nou laten we beginnen dan maar. Ik volgens mij heb voorbereid fout geschreven, maar het glas gaat weg in 10 seconden. Mensen moeten nu een plekje zoeken, zodat ze niet in de lava gaan vallen hieronder. Oké, Robin, 3. Ja. Nee, wacht. Hoeveel mensen gaan er denk je meteen dood? Oeh, ik denk Wespel sowieso. Die is te gefixeerd op mij hier, het aapje ook. Dus laten we zeggen minimaal 2. Oké, minimaal 2. Ik ga voor minimaal 4. Tel jij af? 3. In de chat? Nee, het is een verrassing. 3. Oh, shit. 2. 1. En bim. Oeh, daar gaan ze. Oh, maar deze, zijn de mensen dood? Er zijn mensen in de lava geland. Nee. Drie. Oeh, dus dan had ik het goed. Jij zei minimaal 4. Ik zei minimaal 3. Ik ben de betere judoper. Maar ze hebben heel veel geluk gehad. Oh, het is Mario hier. Want alleen hij, want nu is het glas weer terug. Net was het glas nog niet terug. Oké, dan geven we Mario ook een tweede kans. Oké, laten we even de uitleg van net visualiseren voor jullie jongens en dames. Wij kijken natuurlijk van alle soorten mensen naar de video's. Wij gaan de rode blokken weghalen. Maar dat gaan we eerst niet natuurlijk zonder waarschuwing doen. We geven ze even een waarschuwing. De rode wol gaat weg. We hebben de waarschuwing gegeven. De rode god gaat verdwijnen. Rode golf gaat verdwijnen. Rode wol gaat verdwijnen. 3, 2, 1. Doe jij maar, Robin. En... boom. Hoppakee. Kijk, oh, die valt naar beneden. Nee! Misty Yopie. Nee! Hij liefde ook gelijk. Oh, man. Mister Yopie. Arme Yopie. Nou, en als we dat dan natuurlijk terug willen, dan kunnen we dat ook gewoon met een vidikidivi. Kunnen we dat terugbrengen. Dan zijn de rode woldingetjes zijn weer terug. Nou, mijn tip voor iedereen is natuurlijk om lekker hoog te blijven. Want ja, als je zo laag staat zoals deze guy hier, ik weet niet wat jij aan het doen met Ralf. Maar het is erg gevaarlijk om hier te staan. Er staat daar nog iemand lager. Wat doe je zo laag? Waarom doe je in je eentje zo naar mijn... Man, het is zo eenzaam hier beneden voor deze guy. Wat gaan we met hem doen? Lucas. Ja, hij moet... Ja? Hij is wel gekleed voor dit event. Hij heeft allemaal gekleurde dingetjes op zijn... Hij is serieus gekleed voor dit event. Wat goed van jou. Alsof hij het wist. Oké, Robin. Laten wij nu gewoon nog een kleurtje wegdoen. Maar dan geven we ze echt gelijk 3 seconden. Ik heb ready. De gele woel heb ik ready. Geef jij de melding. Geel gaat verdwijnen. 3, 2, 1. Mop! Oeh, volgens mij hebben we... Luke Buke. Nee, dat was daarvoor nog. Niemand is er dood gegaan aan geel. Nou, weet je, dan brengen we geel terug. Hoppakee. Oh, we gaan nu lichtblauw doen, jongens. En het ding is, je hebt ook Cyan of Cyan of weet ik hoe je het zegt. En die lijkt er natuurlijk op. Dus ja, mensen moeten oppassen. Ik denk dat ze gewoon compleet blauw gaan verdwijnen in 3. Of gaan vermijden. 3, 2, 1. Niemand. Oh, 1 iemand. Brie. Nee. Brie. Ik heb een Brie. Brie 1650. Laten we blauw nog heel even niet terugbrengen. Ik heb een goed idee. Nou? Kom eens helemaal naar boven. Druk op de knop. Oh mijn god. Dus dan wordt er een kleur gekozen. Dan mist er eentje. Oké, weet je, dan breng ik blauw eerst nog even terug zo. Oké, welke hier uitkomt, die verdwijnt. Oké, Robin, het is tijd. We gaan een blokje eruit laten vallen. Welke eruit valt, die kleur, die laten we gelijk verdwijnen. In 3, 2, 1. Wat is oranje? Oranje valt. Oh, die hadden mensen niet door. Dat ging echt veel te snel voor ze. Mensen kunnen toch wel gewoon nog ergens op landen. Dus ze hebben de tijd om het te recoveren. Nog wel. Oh, Lucas is niet meer alleen. Ralf is hier. Ralf, pas je alsjeblieft op. Pas alsjeblieft op, Ralf. Mijn jongen. Zullen we PvP even aanzetten voor 2 seconden? Ja, dat is goed. Of dan 5 seconden. We doen voor 5 seconden. 3, 2, 1. PvP aan. 1, 2, 3, 4, 5. Uit. Oeh, de worstenbroodje is dood. Droog wijf, doevoet. Doevoet. Damn, it staat hem. Ja, Winnie de Pooh heeft 16 sneeuwballetjes opgepakt. Prima. Maar ik wil iemand ook 16 eitjes geven. Wie krijgt er 16 eitjes? Octo. Oh mijn god, wat ben jij voor cursed, Octo. Hier heb je... Hier, neem ze. Neem ze. Goed zo. Oké, PvP aan. Doe het even zonder waarschuwing. Ik ben benieuwd of hier iets gebeurt met deze twee. Oké, staat aan. Hij staat aan. Jullie kunnen elkaar slaan, hè? Jullie kunnen elkaar slaan. Anders slaan dan. Ik ga een message geven. Sla nou gewoon. Oh, weetjes, stik erin. Waar is Winnie de Pooh? Oh ja, hij is hier aan het gooien. Waar? Wie? Oh, daar. Winnie. Goed zo. Heeft die mensen... klaar. Oké. Hey, het is voorbij. Stop. PvP staat uit. Je kan je dingen niet meer gebruiken. Ik heb een idee. Wacht, ik heb een leuk idee. Ik maak hier een prachtig rood platformpje zo. En daar drop ik 8 enderpearls. Wie die wil, die kan ze gaan proberen te halen. Enderpearls zijn groen. Groene blokje moet weg. Nee, maar dan gaat deze guy dood niet doen. Geef hem op zijn minst een waarschuwing als hij dat doet. Oké. Groen gaat...
Weg. Groen gaat weg. Pas op, lekker sinaasappel. Lekker sinaasappel. Goed zo, goed zo. Hij had het door. Hij had het door. Wilpie! Nee! Wilpie! Nee, lig hier. Ik maak het platform iets groter dat de sprong te halen is. Misschien dat lekker sinaasappel... Is dat te halen? Ik ga... Oh! Ze zijn gestolen. Octo heeft ze van Patrick gestolen. En de sprong was nog eens te halen ook. Laten we geel gewoon verbannen voor de rest van de video. Oeh. Dus geel, boom. Oh, oranje gaat weg blijkbaar. 3, 2, 1. Duh. Poeh. Hey, is dat veilig? Hey, jij daar. Vergeet zeker ook even niet te liken en te abonneren. Want bij de 4000 likes, dan gaat Max 2 partypoppers in zijn kamer afschieten. Dit is net allemaal confetti. En het is zo mooi. Vergeet niet te liken, te abonneren en dat belletje aan te klikken. En dan... Oké, laten we Giel ook gewoon echt niet meer terugkomen. Giel is weg. Giel komt nooit meer terug. Oké. Giel gaat nooit meer terugkomen. Willekeurige kleuren in 3, 2, 1. Maar ik weet al dat het wit gaat zijn. Dag, Justin. Nee. Alleen Justin is ook dood. Oh, wat lullen. Zullen we nog een kleurtje verbannen? Voor altijd? Ja, we gaan nog een kleur verbannen. Hij is geel, maar geel is al verbannen. Deze? Deze? Nee. Nee. Roze misschien. Deze roze? Oh, hij bedoelt roze. Roze moet weg. Oké, in 3, 2, 1. Roze is officieel verbannen en komt nooit meer terug. En ik ga deze blokjes ook om die weghakken. Oké, laten we even 2 kleurenblokjes verbannen. Dit is jouw blokje, dit. Oh, oranje. Oranje wordt verbannen. Oranje wordt verbannen. Pas op, jongens. Hup. En jij nu ook erachteraan gewoon. Hup. We hebben hier 2. Oh, deze staan wel echt mooi hier met z'n 2. Hallo jongens. Oké, ik gun jullie een groen blokje om naar te vluchten. Want lichtblauw gaat weg. Lichtblauw gaat weg. Geef de melding maar. Lichtblauw gaat weg. Lichtblauw gaat weg. 3, 2. Hij denkt lichtblauw. Hoor, oh, maar deze Tobra, wat doe je? Tobra, pas nou op. 3, 2, 1. Oké, lichtblauw is verbannen. En oranje is ook verbannen. Oké, ik heb alle blokjes even rood gemaakt. En wat nou, Robin, als we gewoon 10% van alle rode blokjes nu weghalen? Dan hebben we gewoon minder blokjes. 3, 2, 1. Oeh, dat is best wel veel. Oh. Oké, doe nog maar 1 keertje. Doe nog maar een keertje. Jazeker. Ja, doe maar 3. 2, 1. Boom. Oh, er is 1 iemand dood. En het is Thomas. Dag, Thomas. Oh, Thomas is weg. Oké, we gaan even een trappetje omhoog maken voor iedereen. Zodat ze helemaal terug omhoog kunnen. Iedereen die nu nog leeft. Oké, kijk. Mensen komen al langs van deze kant op. We geven ze even een veilig plekje om lekker te staan. Oké, dit zijn alle overlevenden van onze gruweldaden die wij hier gedaan hebben. Oké, ik heb een leuke rom. En dan kunnen we ze gelijk een beetje in de val lokken. Komt-ie, hè? Ga op het blok staan die niet de kleur heeft van bloed. En mensen zijn zo aan het stressen dat ze misschien het woordje niet lezen. Dan gaan ze wel op rood staan. Oké, 3, 2, 1. Rood gaat weg. Oh, Winnie de Pooh. Het was toch zo duidelijk ook. De kleur die niet van bloed is. Welke kleur heeft Focus Drink niet als flesje? Komt-ie. Er moeten mensen dus op groen gaan staan. De mensen die kunnen dus in principe blijven staan. Maar ik ben benieuwd of mensen op rood gaan springen. Want ze, ja, dat zijn mensen die moeten weten of Focus Drink. Want groen bestaat natuurlijk niet, maar rood wel. Kijk, je ziet mensen twijfelen. Mensen twijfelen. 3, 2, 1. En... Oh mijn god, hoe kunnen mensen het fout hebben? Nee! Huh, er viel iemand hier, maar die... Oh, die enderpulde omhoog. Ja. Mensen hadden het alsnog fout. Huh? Jongens, wel je Focus Drink kennis weten. Voor de volgende vraag, jongens, heb ik mijn skin eventjes helemaal wit gemaakt. Wat mooi. En nu ga ik aan ze vragen, welke kleur is mijn skin? Oranje of geel? Nou, de meesten moeten denk ik wel weten dat het geel is. Maar ik denk dat mensen ook wel de fout kunnen maken en op oranje kunnen springen. Trouwens, wat lullig als je kleurenblind bent. Dan kan je gewoon niet meedoen met het event. Of je kijkt de video en je bent kleurenblind. Wat ontzettend lullig dan. En oranje gaat weg. Oké, er is niemand dood. Oké, mensen weten het. Mensen kennen hun kennis. Voor als je afvraagt, wat zijn de mensen die dood zijn eigenlijk aan het doen? De Polonaise. Die zijn letterlijk de Polonaise met z'n allen aan het doen. Gezelligheid. Ze vervelen zich niet. Ze hebben het erg naar hun zin. Oh, nu we het over de mensen die dood zijn hebben. Laten we hun even kiezen. Kijk, ik ga hier een paar paarse blokjes plaatsen. En een paar groene blokjes plaatsen. Oké, de mensen die dood zijn gaan in het midden staan. En ik ga zo meteen aftellen. En dan mogen ze naar 1 kleur toe rennen. En die verdwijnt dan gelijk. Degene met de meeste mensen die zal verdwijnen. Komt-ie? Oké. Oké, 3, 2, 1, go. Oké, welke gaan ze doen? Welke gaan ze kiezen? Welke gaan ze kiezen? Oh, voor paars. Paars. Ja, merendeels is paars. Duidelijk. Merendeels is toch paars. Paars. Nee. Oeh. Oh, dat zijn er zoveel. Oh, Robin, dat waren er wel heel veel. Laten we nu gewoon even 1 kleur overhouden. Ik heb een idee, Robin. Om het even de laatste mensen hier even echt goed uit te moorden. Zullen ze wat sneeuwballen geven en dan PvP aanzetten voor 5 seconden. Geven ze 1 sneeuwbal. Oké, go. Aan. Oké, het staat aan. Ik ben benieuwd of hier verraden. Gaan jullie elkaar verraden, jongens? Nee! De voetballer
is verraden. Oh, hoe kunnen jullie? Hoe kunnen jullie je voetbalvriend verraden? Oh, mijn god. Nee, dat meen je. Dat meen je. Oh, nee. Red jezelf. Red jezelf. Teun. Teun. Oh, hoeveel zijn er nou dood? Best wel wat, volgens mij. Best wel wat, maar dat was de bedoeling. Oké, Robin, ik heb hier een leuk platform. Allemaal moeten ze even naar het platform komen. We gaan ze één iemand laten opofferen. Zij mogen kiezen wie er geofferd wordt. Wie gaan ze uitkiezen die geofferd gaat worden? Of gaat iemand zichzelf... Wat gaat hier gebeuren? Oh, nee. Grote beer, ga jij het zijn? Nee! Lucas, ze gaan met z'n tweeën! Nee! Grote beer had gelijk spijt, je zag het. Ja, dat snap ik. Oh, nee. Nee, Lucas en grote beer. Man, eentje hoefde zich maar te offeren. Maar ze gaven er twee. Oké, allemaal naar boven. En dan geef ik ze gewoon even een leuk parcours dat ze moeten doen hier. Gewoon een heel simpel parcours. Maar ik wil ze even niet te makkelijk maken, weet je. Deze guy gaat lekker roemer in zijn kip. Dit kan je. Wat ga je goed? Wat ga je sterk? Oh, de eerste is aangekomen. Oh, nee, er valt weer iemand. Oeh, maar hij recovered. Jongens, jullie moeten wel gaan. Jullie, ik geef jullie even snel ruimte. Nu, speedrunnen, speedrunnen. Go, 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 go. Go, 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 René, je kan het. René, niet falen. Het is zo'n simpel parcours. Je kan het. Jullie staan allemaal onder druk, jongens. Rennen, sprinten, springen. Nee, René, zo'n simpel sprongetje. Oh, nee. Oh, nee. Oh nee, de voleter. Rob weet niet wat er achter hem zit. En nu de ladder-eter. Ladder-eter. Hij kan niet sneller klimmen. Hij kan niet sneller klimmen. Dus we moeten nu kiezen. Kiezen rood of blauw. Degene met de minste mensen op de goede kleur. Of op de goede kleur, op gewoon op de kleur. Op een kleur. Dus als ze zeggen, er staan er 10 op rood, maar 5 op blauw. Dan zou blauw verdwijnen. Of die springt gewoon gelijk in de lava. Dat mag ook natuurlijk. 1 blauw, 2, 3. Die heeft rood ook gekozen. Ja, okay, rood dus 100. 100%. Rood 100%. Moet hij weg? Of? Nee, blauw moet weg. Blauw moet weg. Rood staat merendeels op. Oké, blauw is weg. Ja, kijk, zie je, er gingen er maar... Zijn er maar 2 af. Oh nee, eentje. Deze heeft het nog overleefd. De Homer Simpson. Wil je nou ook van deze prachtige Minecraft server om samen met je vrienden te spelen? Of lekker te surviven of wat dan ook? Kijk dan zeker even op kaashosting.nl voor de beste Minecraft servers. Oh, dat heb ik een leuk idee, jongens. Ik krijg van René hier nu krijg ik roze sokken. En dat brengt me op een goed idee. Oké, jongens, jullie hebben het gezien. Ik heb roze sokken aan. Dus we hebben nu de helft roze gemaakt en de helft wit. En nu ga ik aan iedereen vragen welke kleur sokken heb ik aan. De verkeerde zal verdwijnen. Ik ben heel benieuwd welke kleur ze gaan pakken. Oh, mensen. Nee, Rob, ga nou niet op wit staan. Nee, Rob. Oké, ik ga Rob helpen. Wacht. Nee. Ik heb al nee naar hem geschud. Oké, Rob, ga snel roze, Rob. Rob, spring naar roze. Rob. Nee! Oh, hij heeft het overleefd. Goed zo, Rob. Oh. Welke kleur sok heb jij aan? Ik heb geen sok aan. Oké, wacht. Dat doen we. De huidskleur. Wacht. Ik heb wel een kleur t-shirt aan. Welke kleur t-shirt heb je aan? Groen. Groen. Oké, doe de groen. En wat is even een standaard t-shirt? Zwart. Gewoon, dat is een standaard shirt, weet je. 3, 2, 2. 1. Oeh, go. Wouter, je had het fout. Wouter! Nee! Oh, hij heeft een enderpearl. Oh, gaat het goed? Nee, hij is helaas dood. 4 mensen zijn dood gegaan. Maar er zijn er nog maar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Zullen we eens een keer alle 7 in call doen? A few moments later. Oké, jongens. Welkom. Normaal doen we dit eigenlijk pas als er met veel minder mensen zijn. Maar welkom in de finale. Vinden jullie het spannend? Want het gaat eigenlijk alleen maar op geluk hier. Nou, het is wel spannend, ja. Ja, het is spannend. Dat is het zeker. Het is sowieso spannend. Hey, we gaan nu weer een nieuwe muziekquiz doen. Dus als jullie allemaal even gemute kunnen zijn. Muziekquiz? Een muziekquiz, ja. Ik weet niet wat ik zei. Ik bedoel kleurenquiz. Dus jullie allemaal even gemute kunnen zijn. Top. Dan gaan we het nu op deze manier gaan we de quiz doen. Dat vind ik wel goed, hè, Robin? Ja. Oké, ik heb een shirt aan. Ik ook. Weer. En we doen even de helft rood en groen. Ik heb hier. We gaan gelijk een mooie promotie doen naar Focus Drink. Ik heb hier 2 flesjes Focus Drink in mijn handen. Rood en groen. Of rood en blauw, sorry. Ik ga er eentje openmaken en dan ga ik uitdrinken. En het gaat wederom helemaal om geluk dat jullie wel hopen dat jullie het goed hebben. Maar het gaat ook een beetje om tactisch kijken. Dat stel je hebt het fout dat je wel nog bij een ander goed kan landen. Dus ik ga er nu eentje openmaken en dan ga ik uitdrinken. En dan moeten jullie aan het geluid herkennen welke kleur dat is. Ik ga nu een... Hoppa. Eentje heb ik opengemaakt. Ik ga er nu een slokje uit nemen. En blijven staan. Hup, spring, Elite Pester, J-Hond Games. Ik heb een slokje eruit genomen. Ja, jongens, welke kleur is het? Robin? Ja. Ik denk dat het... Ik ga even allebei de kleuren pakken. Zo. En dit is denk ik aan mij om het ding weg te halen. De foute kleur gaat weg. 3, 2, 1. Sorry, blauw. Boop. Oh, oh. Oh, zo, dat ging echt net aan goed. Trouwens, ik deed wel heel leuk op blauw, maar dat heeft geen command bij mij, dus ik ben blij dat Robin het deed. Overleg heel even met elkaar. Jullie moeten één iemand offeren
Het is heel lullig misschien, maar het gaat om het uiteindelijk om het gewoon. Ja, het gaat om dat het gewoon het moet. Ik wil het gewoon. Het moet. Nou. Het moet. Oké, okay, nou. Je mag heel even overleggen. Nou, wie heeft de meeste kans om te winnen? Denken jullie? En Richie. Wat? Hoezo doe ik? Nou, oké. Okay. Altijd tweede. Oké, dat is laten we maar zeggen. Hey, wie zou van jullie het slechtste kunnen zijn? Weet je, misschien kunnen we een betere vraag stellen. Wie is hier als eerst? Wie is hier als eerst? Ja, die snap ik niet. Nee, ik snap hem ook niet. Ja, ik weet niet wie dat zijn, maar die moet springen. Nee, jongens, als jullie er niet uitkomen, dan gaan wij gewoon eentje kiezen. Nee, dan gaan jullie allemaal, dat is ook zo leuk. Eén iemand, is er niet één iemand die denkt van, weet je, ik heb al een keer gewonnen. Ik word nooit eerste, dus het gaat er nu waarschijnlijk ook niet gebeuren. Bedankt, dat je zoveel vertrouwen in me hebt. Ik geef een tientje aan degene die het doet. Oh! Oh. Een tientje. Oh! Een tientje aan degene die het doet. Nee, jongens! Hoezo laten jullie het enige meisje gaan? Oké, jongens, laten we nu alle blokjes naar één kleur veranderen. En dan gaan we langzaam gewoon telkens 5% van alle blokken weghalen. Tot er maar één iemand over is. Oh, Ricio! Oh nee. Nee, Rob! Holle Rob! Hoe kan je dat nou doen? Wanneer ga je nou eens winnen? Oh mijn god, wie is dit? Sven. Sven is dood? Sven, wat gebeurde er? Sven, wat ging er... Ik probeerde een blokje naar een ander blokje. Ik probeerde naar een tactisch punt te kijken en ik mis hem helemaal. YOLO, Flexi! Wat is er gebeurd? Hoe kan je dood zijn? En jij ontkeemt zo! Ik probeerde ook naar een ander blokje te gaan, maar jongens! Wat doen jullie? Huh? Er zijn er nu nog maar twee. Jongens, blijf staan. Pampien en Richo, beweeg niet. Het werkt niet. Je gaat alleen maar dood. Ik ben er nog. Aan de andere kant. Heb je. Waar? Oh, Roemer. Roemer is hier chilling gewoon. Maar YOLO. En we zijn nog met z'n drieën. Oh, arme YOLO Flexi. Er zit één rood blokje hier. Wie als laatst op het rode blokje komt zodra wij go zeggen. Die verliest. Die gaat weg. Die is af, oké? Okay? Maar er zijn maar twee rode blokjes. Nee, trouwens, die is te makkelijk voor jullie. Deze gaat weg. We doen hier één. En we doen er helemaal onderop hier. Doen we er ook een. Zo. Oké, jongens. Twee rode blokjes. Zien jullie ze? Zodra ik go zeg, moeten jullie erop springen. Degene die als laatste erop staat, die verliest. Die is af. Die gaan we gewoon doodmaken. 3, 2, 1, go. Go. Oké, wie is dit? Oh, wie landt hier als eerste op? Wie landt hier? Oké, dat is... Oh, Roemer is dood. Nee, Richo, je hoeft niet meer. Stop, Richo. Je hoeft niet meer. Roemer was al dood. Gast, wat heb jij? Waarom ging je ook gewoon door? Roemer was al dood. Oké, jongens, we gaan nu gewoon rustig een finale doen. En we beginnen met makkelijke vragen, oké? Jullie mogen allebei op hetzelfde kleur staan als jullie willen. Ik heb hier light blue en ik heb rood. Dus eentje van de twee gaat telkens weg. Maar we beginnen met een makkelijke vraag. Welke kleur focus drink was eerder? Rood of blauw, Richo? Weet je dit serieus? Oh, ik wou het zeggen. Weet je dit niet? Of... Oké, jongens, die hadden jullie goed. Oké, voor deze vraag hebben jullie 5 seconden. Jullie krijgen 5 seconden de tijd. Als jullie dan niet gekozen hebben, gaat zwart ook weg. En dan zijn jullie gewoon, dan zijn dood. Weet je, dus je moet er eentje kiezen. Van blauw en rood. Welke eerste letter komt eerder in het alfabet? 5, 4, 3, 2, 1. Goed zo. Blauw komt eerder. Oké, nu andersom. Welke van de laatste letter komt eerder in het alfabet? Van blauw en rood. 5, 4, 3, 2, 1. Jullie moeten blijven staan. Nu blijven staan. Jullie hebben ook allebei een keuze gemaakt nu. Oh, jongens, één van jullie heeft het fout. Was het de laatste letter als laatste in het alfabet of de laatste als eerst? In het eerst. Dat was de vraag, toch? Oh ja, dat is deze. Ja, maar de 5 seconden waren voorbij, Pampie. Ik heb gewoon eerlijk gewonnen het laatst. 5 seconden waren als eerst. Wacht, ik ga even recappen in mijn opname om te kijken wat ik zei, oké? Oké, wat ik zei is welke van de laatste letter komt eerder in het alfabet? Robin. Ja? Wat doen we hier? Hij stond op blauw en de 5 seconden waren voorbij. Je mocht niet meer van kant switchen. Dan is het gedaan met de pret. Is dat zo? Het was wel duidelijk, denk ik. Richo had het goed. Het was quick. Nee, Pampien. Oh, nee. Richo! Nee! Met een partijtje snel denken, want helaas had onze vriend Pampien het fout. Pampien, ik snap dat het verwarrend was. Maar aangezien één iemand het goed had, was het goed genoeg. Richo, gefeliciteerd met de winst. Je hebt eindelijk een keer gewonnen. Hoe voelt het? Het duurde even. Je had 100 events mee moeten doen. En dan wil je ook nog eens een keer met geluk. Dus we kunnen niet zeggen dat je met skill gewonnen hebt. Daarom. Heb je wat te zeggen voor de video? Wil je een mededeling doen? Niet echt. Ik ben gewoon eigenlijk blij dat ik eindelijk heb gewonnen.
Ja, dat snap ik. Al die mensen hier aanbidden je. Behalve Pampien. Pampien die is... Waar is niet Pampien? Langer onder ons. Snap ik ook wel. Waar is hij? Oh, Pampien die kijkt hier verdrietig naar beneden. Snap ik ook wel inderdaad. Hé, we gaan de prijs naar je opsturen, man. En dan gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Nou jongens, dankjewel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer zeker even als het zo was. En like even. Kijk nu lekker deze video, want dit is ook een prachtig event waarin wij lekker onder water allemaal gingen zwemmen en allemaal andere gekke dingen gingen doen. En dan nu spreek ik later, glaasje, tot wie blijft je binnen de volgende keer.